inderdaad één probleem gehad, dat was in de pitstraat. Je verzint het niet. Ja, dat was een heel bizar momentje. Niels was in de reed in de fast lane, dus gewoon de baan op. En net voordat ik voorbij hem rijd, rijdt hij weg, vol in mijn zijkant. Dus als ik kijk naar de speedtrap, loopt de auto gewoon keurig 2.19 voordat we moeten remmen. Dus dat lijkt allemaal goed. De auto ligt goed, die voelt goed. We hebben nog wat kleine aanpassingen gedaan, dus Niels is er toch nog wat meer tevreden over. Dus als zometeen iedereen echt kwalificatietrim rijdt, dan denk ik dat we er goed bij zitten. Vrije training 1 waren we derde. En vrije training 2 waren we gewoon vijfde of zesde. Maar het allerbelangrijkste is die top 10 behalen. Ja, het zal met name aan mijn stuurkunst liggen, denk ik, in de quali. Here's your V3 box. In the pit lane. What position are we? Still P3? Yeah, P3. Two separate times now. For sector 1. Purple and green, so I think we're gonna drop now. With P4, we have P6. You have 35-4, project 35-7. Everyone, I think that we need at least 2 flying laps, so if you send me out, just let me know that I can drive 2 flying laps. Minus left, Niels. If I want to send you, I have to send you now. Alright, put me on track, what do you want? Okay, we go. Careful on the tires, eh? So don't use them yet. We have P8 now. Woody is blocking me like hell. Niels, stop pushing. Can I come into the pit lane? To the pit lane, come into the pit lane. We put on the new set again now, hè? Een extra new set, yes. Echt goede hoop dat we gewoon, net zoals bij de Red Bull, echt voorin kunnen meedoen. Het kan vriezen, het kan dooien, maar ik zal gewoon super gefocust moeten zijn om er een ultieme ronde uit te persen. Ik denk toch dat we in de top 3 kunnen staan straks. We're almost ready, hè? But you need to drive half a second faster at least. Ja, weet ik veel. Ik wil altijd P1, weet je. Ah, kijk, het is heel simpel. Je start in vierde. Race 1 heb je een hele goede kans op het podium. Race 2 start je als zevende. Hetzelfde. Liever pak gewoon 5 punten met de quali. Even laten we zinken, even analyseren. Al met al ben ik toch wel een beetje opgelucht. Ja, ik heel eerlijk gezegd, het is niet zo mijn baan dit. Het is nu ook een beetje begonnen eigenlijk, halfwege het seizoen, dus je gaat nu naar concurrentie kijken. Iedereen heeft wel eens een slecht weekend, zeggen ze altijd. En we hebben een slechte weekend al gehad. Nou, nu blijkt dus dat Project een motorwissel heeft gedaan voor dit weekend. Dat betekent dat hij de eerste race achteraan moet starten. De eerste 3 weekenden heb je gewoon gefocust op jezelf. Het gaat zich een beetje vormen met kampioenschap, wie zit er bovenaan, wie niet. En
die zijn er constant. Nou, tot nu toe was Project ontzettend constant. Nou, zo zie je dat hij toch, toch ook zo zijn problemen kent nu. We take it easy, you know, you are young and yeah. But you have experience. Morgen gewoon het liefst top 3, dat wel echt. Hè? 28 punten is vierde plek, 32 punten is derde plek, 36 punten tweede plek, eerste plek 40 punten. Ja, liefst tweede of derde, dan kan ik echt een sprong maken. Want aan Project moet van goede huizen komen als die de top 10 wil finishen. Dat wordt echt wel lastig. Dat was me wel weer een kwalificatie, zeg. P4 uiteindelijk en daar kan ik best tevreden mee zijn. Ik kan één ding vertellen, dat wordt spektakel. Race 1 en race 2 de komende 2 dagen. Vond jij deze video nou leuk? Doe dan alsjeblieft even een blauw duimpje. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En ook niet het belletje aan te klikken, want dan krijg je direct melding van de laatste uploads.